Goedemorgen broeders en zusters. Goedemorgen, het is een voorrecht om weer het woord van God aan u te mogen verkondigen. En als u uw Bijbel bij u heeft, zou ik graag Galaten hoofdstuk 5 met u willen opslaan. Dit is, als het goed is, de 20e preek over Galaten. We hebben er denk ik nog 4 te gaan en dan zullen we naar een ander boek gaan, hoogstwaarschijnlijk. Galaten hoofdstuk 5, vanaf vers 13. En de schriftlezing luidt als volgt. Galaten hoofdstuk 5, vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Nou, tot zover het schriftgedeelte. En als we naar het eerste woordje van onze tekst kijken, dan staat daar het woordje want. En misschien is het al een tijd geleden dat we naar school zijn geweest en ontleding hebben gedaan, maar het woordje want is een voegwoord. De jonge mensen zullen dat vast wel weten, want is een voegwoord. En een voegwoord betekent eigenlijk dat 2 zinnen samengevoegd worden. Dus als we dit tekstgedeelte gaan lezen en gaan proberen te begrijpen wat het betekent, is het denk ik ook belangrijk dat we even naar de vorige tekst gaan kijken. En de vorige tekst, dat is vers 13, en daarin staat: laten zij die u opruien zich maar afsnijden. En met andere woorden zou Paulus het ook kunnen zeggen: laten zij die jullie zo opjutten, zij die jullie zo in de war brengen, zij die jullie zo laten twijfelen of het geloof in Christus wel goed genoeg is om een relatie met God te hebben, en ook zeggen dat jullie je moeten besnijden. Laten zij, weet je wat, laten zij hun hele geslachtsdeel maar afhakken. Dat zegt deze tekst. En voor de rest van hun leven maar afgesneden zijn van God. Nou, en het woordje afsnijden, het woordje apokopto in het Grieks, afsnijden, dat lezen we ook in de Septuagint. En de Septuagint is ongeveer 200 jaar voor Christus geschreven. En er is een legende dat 70 Joodse rabbijnen zich allemaal hadden opgesloten in een kamer. En uiteindelijk was het Gods voorziening dat ze allemaal met dezelfde vertaling kwamen. Dat is de legende van de Septuagint. En in de Septuagint staat in Deuteronomium 23 vers 1 ditzelfde woordje. Apokopto. En Deuteronomium 23 vers 1 luidt, je hoeft het niet op te zoeken, maar iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Paulus gebruikt dus deze woordkeus om de Galaten duidelijk te maken dat de valse leraren bezig zijn om zichzelf van God af te snijden, maar ook de Galaten in deze dwaalleer mee te nemen. Maar dat is niet Gods bedoeling met de Galaten. Totaal niet. Het is niet Gods bedoeling dat de Galaten de roepstem van deze dwaalleraren volgen en zullen worden afgesneden. Want, dat is ons eerste woordje, want. Ze volgen de roepstem van God. Nou, ik heb als titel boven deze preek staan: geroepen om vrij te zijn. Geroepen om vrij te zijn. En ja, ik denk dat we niet genoeg tijd hebben om 3 punten te behandelen, maar ik zal er in ieder geval 2 doen. En dat is vers 13, geroepen tot ware vrijheid. En vers 14, geroepen om liefdevol de wet te vervullen. Nou, en onze tekst begint met want. U bent geroepen om vrij te zijn. En dat doet mij vooral denken aan de tijd dat de slavernij in Amerika werd afgeschaft en dat er slaven uit het zuiden naar andere plantages gingen om te vertellen dat de slaven vrij waren en dat ze niet meer hoefden te werken voor hun slavenhouders. En dat deze slaven eigenlijk zeiden, ik geloof het niet. Ik blijf liever hier. Hier waar ik zeker weet dat ik te eten heb. Als ik hier wegga, dan kunnen er 2 dingen met mij gebeuren. Of het klopt niet wat jij zegt, maar ik weet ook niet hoe ik aan eten zal moeten komen. Hier heb ik het tenminste goed. Het is ongeveer hetzelfde wat de Israëlieten ook zeiden op het moment dat ze uit Egypte gingen. Hè? Knoflook. Vlees. Oeh, ik mis het zo. Ondanks dat ze misschien wel 16 tot 17 uur per dag moesten werken, dan hadden ze dat liever dan dat ze vrij waren. Dan dat ze vrij waren. Want Paulus zegt, je bent geroepen om vrij te zijn. En hier gebruikt Paulus het woordje kaleo, wat wij ook kennen in het Engels van call, hè? We roepen aan. We call. We call people. We roepen ze op. Zoals een moeder roept voor het eten. Zo riep de Heer de Galaten tot zich. En de kaleo die we hier zien is een effectieve roepstem. Een commando waarop de hoorder niet kan weigeren. Zoals de Heere de 5000 mannen commandeerde om op een juiste plek te gaan zitten bij de spijziging. Of zoals de Heere Petrus commandeerde om op het water te lopen. Kaleo. Of zoals de Heere Lazarus opriep uit de dood. Kaleo. Het is een effectieve roepstem. En als de Heere God u roept, dan moet u komen. Er is geen mogelijkheid om dat niet te doen. Er zijn vele voorbeelden waarin we zien dat Gods commando nooit faalt. Zoals er ook geschreven staat in Jesaja 55 vers 11. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het is de roepstem van een soevereine God die niet gebonden is aan de wet. Die niet gebonden is aan wat voor kracht dan ook en zelf niet aan een menselijke wil. Hij is niet gebonden aan welke kracht dan ook. Zelfs de menselijke wil kan Gods commando niet wederstaan. Daarom wordt het in het Engels ook genoemd Irresistible grace. Onwederstaanbare genade. Wanneer God roept, dan moet je komen. Gods stem heerst en kan iedereen bereiken die hij wil. En dat is wel echt heel belangrijk. Want als we niet meer gaan geloven dat God zijn commando op het moment dat God roept dat mensen niet moeten komen, dan hoeven we ook niet meer te bidden voor alle mensen waar we zoveel van houden. Dan kunnen we niks voor ze doen. Het is God die door het gebed te initiëren ervoor zorgt dat hij zijn werk doet waarvoor wij vragen. Een Arminiaan daarentegen kan dit niet doen. Die gelooft in de soevereine wil van de mens. Je kan bidden wat je wil, maar als de mens niet wil gaan, dan komt hij nooit. Maar God is sterker dan de menselijke wil. Dat is de kracht van God. die iemand roept om alle omstandigheden in een mensleven zodanig, dat hij zodanig heeft bepaald dat iemand niet gedwongen, maar vrijwillig tot God komt. Hè? Het argument is natuurlijk, ja, maar dan dwingt God mensen. Hij dwingt God mensen om tot zich te roepen. Dan doen ze dat toch niet uit vrije wil. Maar dan begrijp je niet dat elke omstandigheid in je leven gekozen is door God om je uiteindelijk te maken zoals hij wil. Het is niet één roep. Maar het is een constante roep. Zoals Paulus dat ook zegt, ik denk in Galaten 1 vers 16, dat hij vanaf de moederschoot is afgezonderd om uiteindelijk te doen wat God van hem wil. Het is niet alleen maar de keuze die je maakt om tot geloof te komen. Het is je hele leven, die is bestuurd door God, om uiteindelijk jou te roepen met zijn roepstem, zodat je vrijwillig tot hem komt. Kaleo. En zo zijn de Galaten geroepen. Ze zijn geroepen door God. En als God roept, mijn lieve vrienden, dat heeft dominee Van Renen vorige week ook gezegd, hè, in Filippenzen 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die een goed werk in u is begonnen, het ook zal voleindigen tot aan de volle dag van Christus. Als God jou heeft geroepen en je weet dat jij anders denkt en anders doet dan al die andere jaren daarvoor, dan mag je ook weten dat hij het vol zal houden voor jou. Je hebt een zekerheid dat je niet verloren kan gaan, omdat het niet meer gaat om je eigen werken, maar dat het gaat op het werk van de Heer Jezus Christus en hem alleen. Christus houdt vast. Christus verloochent niet. Christus is geen leugenaar. En zoals onze tekst zegt, toen God de Galaten riep, was dat niet zonder reden. Maar God riep de Galaten met een doel. En dat doel is vrijheid. En in eerste instantie roept God de Galaten op om vrij te zijn van de wet. En in het bijzonder vrij te zijn van de besnijdenis. De last om rechtvaardig voor God te zijn door de wet is niet meer van toepassing voor gelovigen. Gelovigen begrijpen dat het gevolg van het niet gehoorzaam zijn aan Gods wetten de doodstraf is. En wanneer je hier zit en je hebt God niet, en je weet dat je hebt gezondigd tegen God, als je weet dat je een geweten hebt, je hebt een geweten ontvangen. Als je een geweten hebt en je weet wat goed is en wat slecht is, dan begrijp je ook dat er een morele wet is. En als er een morele wet is, dan is er een moreel oordeel. En als er een moreel oordeel is, dan is er een morele rechter. En als er een morele rechter is, dan is er een morele straf. Het is heel simpel. Het is logica. Wanneer je Christus niet hebt, dan ga je verloren. En het is wat dat je begrijpt dat je een zondaar bent. Je begrijpt dat je de hel verdient. En maar niet tot verlossing kan komen. Dat is zo triest. Het is erg hoor. Het is net alsof je honger hebt en er staat een heerlijk bordje eten voor je klaar. En iedere keer wanneer je een hap wil nemen, dan schuift dat bordje weg. En net zoals dat boek van Dick Trom. Ik weet niet of je Dick Trom kent, maar als je de kinderboeken van Dick Trom hebt gelezen, dan zie je dat Dick Trom een span maakt met een hondje ervoor. En dan heeft hij een stok met een touwtje en een worstje ervoor. En die hond maar rennen, joh. Maar hij kan nooit bij die worst komen. Maar zo is God niet. Zo is God niet. God is geen tiran. God is een geweldige en barmhartige God die het evangelie laat horen, zodat mensen erna kunnen grijpen. En je mag erna grijpen. Je mag je ernaar uitstrekken. Zoals de bloedvloeiende vrouw zich uitstrekte in het besef dat de enige mogelijkheid om van die last vandaan te komen, is dat het voor je vaststaat dat Jezus de doodstraf in onze plaats op zich heeft genomen. Waardoor de wet krachteloos is geworden. En als de wet geen kracht meer heeft om iemand te veroordelen, dan is zo iemand vrij van straf. He, als er geen aangifte wordt gedaan bij de politie, als de wet er niks van weet, kan iemand nooit veroordeeld worden. Maar als we al veroordeeld zijn, doordat Christus voor eens en voor altijd veroordeeld is voor alle gelovigen, zijn alle gelovigen vrij van het oordeel. De wet heeft al zijn rol gespeeld. Weet je, sommige kinderen, ze spelen UNO, weet je wel. En als ze die ene kaart hebben opgegooid, vrij. Sorry, ik heb geen kaarten meer, ik heb gewonnen. Die kaart is opgespeeld, de wet is uitgespeeld. Hij heeft al het oordeel op Christus volbracht. Hij kan niks meer doen. En Christus heeft de straf ontvangen van alle gelovigen. Je bent vrij. De wet kan jou niks meer opleggen. Je bent voor eens en voor altijd niet meer onder het oordeel, omdat het hele oordeel op Christus is gelegd. Christenen zijn geroepen om vrij te zijn. Maar, zegt iemand, dat is wel iets wat bij mij vragen oproept. Als je het voorrecht hebt om het evangelie regelmatig aan mensen uit te leggen, komen er hierop ook verschillende reacties. En een van die reacties is: ja, maar dat is toch lekker simpel? Dat is simpel, zeg. Ja, je bent vrij van de wet. De wet is dood, de wet kan jou niks meer doen, hij kan jou niet meer aanklagen, je bent er vrij van, er is helemaal niks meer aan de hand voor jou, je kunt doen en laten wat je wil. Christus sterft voor al die mensen en nu kunnen ze doen en laten wat ze willen, want ze gaan toch naar de hemel. Maar ik vind dat wel heel erg goedkoop, zegt iemand dan. Als iemand op deze manier reageert, weet je in ieder geval dat je het evangelie op de juiste manier hebt uitgelegd. Maar het is een logisch gevolg. Als God aan het kruis en de straf heeft betaald voor heel jouw leven en ook voor de dingen die je doet nadat je tot geloof bent gekomen, dan kun je nu doen wat je wilt. Dat is een logisch gevolgtrekking van het evangelie. Maar is dat wel zo? Kunnen wij nou doen wat wij willen? Het is een reactie die je regelmatig hoort. En in de christelijke wereld wordt dit hypergrace genoemd. Of antinomianisme. Anti, hè? Geen, en nomos, hè? Dat is wet. Geen wet, leven zonder wet. Ja, zeggen ze, ja, dat zegt Paulus toch? De wet is toch volledig voorbij? Ja, hij kan jou toch niet meer veroordelen? De wet is toch niet meer van kracht? Waarom zou ik dan op de een of andere manier nog rekening moeten houden met de wet? Het is een stroming die ook in deze tijd veel volgelingen en predikers heeft. Zoals Joseph Prince, Andrew Farley. Maar wat de hypergenade eigenlijk zegt, is dat je op geen manier onder de wet staat en dat de wet je ook in geen ding kan onderwijzen. Als deze mensen op de wet of op de 10 geboden worden gewezen, dan word je al snel wettisch genoemd. Tegelijkertijd hoeft de zonde ook niet meer beleden te worden, want de Heere heeft het toch al vergeven aan het kruis. Bekering en het opgeven van zonde is er niet meer bij. Iemand moet alleen geloven en dan is hij voor de rest van zijn leven gered. Dat is hyper grace. Hyper grace is ook een evangelie waar je niet hoeft te veranderen. Je levensstijl wordt niet aangepast. Je kan niet zichtbaar waarnemen dat iemand werkelijk is bekeerd. William Booth, een man, de oprichter van het Leger des Heils, die leefde in de 19e eeuw, heeft het al voorzegd. Hij heeft gezegd, er zal een tijd komen dat er wedergeboorte is zonder bekering. Maar het kruis van Christus is de essentie van het christelijk leven. De Heer Jezus zegt niet voor niets, mijn schapen horen naar mijn stem. En je hoort tot mijn schapen als je doet wat ik zeg. Zonder bekering van je zonde is het aanvaarden van Christus zinloos. Maar het is niet alleen iets van de afgelopen tijd. Dit hypergrace gebeuren speelde al in het begin van het christendom en Paulus gaat in onze tekst hier ook duidelijk tegenin. Vers 13, hè? B. Alleen je bent tot de vrijheid geroepen, alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees. Onze tekst geeft aan dat we vrijheid kunnen misbruiken. Ook als christen. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik ben toch wedergeboren, ik leef toch vanuit de geest. Hoe kan ik nou vrijheid misbruiken door het te gebruiken als aanleiding voor mijn vlees? Dat is een terechte vraag die je zou kunnen stellen. Maar met het vlees wordt eigenlijk bedoeld de oude Adam. Je zou het zo kunnen zeggen dat hoe jij leefde voordat je tot geloof kwam. Het is net als een baby, ik heb een kleindochter en ze is echt lief, maar wanneer ze voelt dat ze iets moet hebben, bijvoorbeeld eten of drinken, dan begint ze te huilen. Het gevoel moet gelijk getriggerd worden. Dat is het vlees. En helaas hebben niet alleen maar baby's dat, maar ook volwassen mensen en zelfs christenen. Wanneer er iets niet gaat zoals hun dat graag willen of voelen, ja, dan gaan ze tekeer. Het vlees. Het vlees dat verlangens heeft. Iemand die vanuit Adam was geboren, zat vast aan zijn eigen begeerte. Hij zat vast aan de wereld, met al haar pracht en praal, en zat vast aan de duivel. Dat zegt Efeze hoofdstuk 2. En ik heb hier opgeschreven, u die hier zit en Christus niet heeft als verlosser, u zit nog vast met de kettingen van de wereld, de kettingen van de Satan en de kettingen van je eigen verlangens. Ook al weet je dat het niet goed is wat je doet, je kunt er niet mee stoppen, omdat deze drie machten je in haar greep hebben. Je kan hier zitten en zelfs elke week naar de kerk gaan. Maar als je niet de kracht hebt om te stoppen waarmee je bezig bent, terwijl je weet dat het slecht is, dan moeten we nogmaals gaan kijken of je wel werkelijk bekeerd bent. Want het geloof in Jezus Christus zorgt ervoor dat je de Heilige Geest ontvangt die jou de kracht geeft om het niet meer te doen. Je bent net als een olifant, een volwassen olifant. Soms zie je het wel eens, die hebben wel eens een touwtje aan hun voet. En dat touw, dat zit aan een klein dun paaltje. Ja toch? Misschien heb je het wel eens gezien in het circus of, of elders. Maar dat kleine diertje dat is van vader en moeder weggenomen toen het jong was. Die is vastgebonden met een touw aan een klein paaltje. Die is goddiep in de grond gestampt. En in het begin bleef die olifant trekken, maar ze kwam niet los. Ze kwam niet los. Totdat ze de moed opgaf. Ze gaf de moed op. En naarmate ze volwassen en groot werd, durfde ze niet meer aan dat kleine paaltje te trekken. De kracht als christen die in jou is veel groter dan die in de wereld is. Maar omdat je zo vaak gefaald hebt, durf je er niet meer voor te strijden. Het is precies hetzelfde. Maar God geeft ons de innerlijke kracht om te doen wat er van ons gevraagd wordt. En dat is niet meer aanleiding geven aan het vlees om te zondigen. Paulus, dat zegt hij hier. Maar ook gelovigen dus, die kunnen hier problemen mee hebben. En waarom hebben gelovigen hier nou problemen mee? Omdat we zitten in een, zoals ze dat noemen in de theologie, een eschatologische tussenfase. We zijn, Christus is gekomen, we zijn vergeven van onze zonde, maar de zonde is nog niet volledig weggedaan. Ons vlees is er nog steeds. Die hangt als het ware als een tweede lijk aan ons. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 7. Ik wil loskomen van dit vlees. Hè, zegt hij aan het eind van de Heer van Romeinen 7. En dan is die beeldspraak daar omdat de veroordeelde vroeger aan een lijk werd gebonden. Hè, je zou maar een misdadiger zijn en je straf is dat je aan een lijk wordt gebonden. En dat lijk, dat sleep je overal maar mee. Net zoals wij als christenen dat vlees constant meeslepen. En uiteindelijk gaat zo'n misdadiger dood, omdat hij gedood wordt door de ziekte van dat lijk. En daarom zegt Paulus, wie kan mij verlossen van dit lichaam deze doods? Dankzij de Heer Jezus Christus. We zitten nog in die eschatologische tussenfase. Maar de Heer die zal ook dat touw afsnijden. Zodat we voor eens en voor altijd verlost zijn van dat vlees. Maar zolang dat vlees nog bij ons is, kunnen wij getriggerd worden om weer vanuit dat vlees te leven. Dat vlees dat we eigenlijk voor dood moeten beschouwen, dat wordt weer levend als wij ons instemmen met de begeertes die dat vlees iedere keer weer triggert. Maar de Heere zegt in Lukas 14, hey, je moet jezelf minder lief hebben dan mij. Je moet jezelf verloochenen. Je moet je kruis opnemen. En ieder die niet opgeeft al wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Dat is wel de basis voor het christelijk geloof. Op het moment dat jij werkelijk God wil dienen, dan is dit wel de voorwaarde. Het is daarom voor christenen mogelijk om nog vanuit dat oude vlees te leven. En Paulus waarschuwt de Galaten in onze tekst om de vrijheid in Christus niet te gebruiken als smoes om het vlees te gaan bevredigen. Zoals sommigen wel eens doen, ik ben toch gered. Dus kan ik wel een leugentje maken om bestwil. Ik ben toch gered. Dus dan kan ik mijn belastingformulieren wel beter invullen. Een beetje naar mijn inzicht. Ik ben toch gered. Dus ik kan wel een 18+ film bekijken. Ik ben toch gered. Dus die laatste roddel vindt God toch ook niet zo erg. Maar God spreekt vandaag door deze Bijbeltekst ook tot jou. We mogen onze christelijke vrijheid niet gebruiken als dekmantel voor het vlees. Christelijke vrijheid mag nooit een platform zijn voor het vlees. Gemeente, u bent geroepen om het vlees te kruisigen en te verloochenen. Het is een ernstige waarschuwing voor de Galaten, maar ook voor ons. Vooral in deze tijd, waar niet alleen maar de Amerikaanse predikers zijn die dit prediken en zoveel volgers hebben. Maar hier ook in Nederland zijn er mensen die dit preken. En als je niet uitkijkt, word je met een halve waarheid, word je zo een dwaalweg ingeduwd. Want Paulus schrijft aan de Galaten, de tekst stopt daar gelukkig niet, dat we elkaar moeten dienen door de liefde. Het woordje dienen is het woordje douleo. En dit woord wordt altijd gebruikt in de relatie tot een dienstknecht en zijn heer. Wanneer we dienen door liefde is het belangrijk om te begrijpen wat dienen is. Dienen op de manier zoals de Bijbel het bedoelt is dat we begrijpen dat je geen rechten meer hebt. Kan je het voor je zien? Een slaaf die zijn meester wil dienen en die uiteindelijk tegen zijn meester zegt, ja, maar die manier hoe je mij behandelt vind ik niet normaal. Ik wil een beter bed, ik wil beter eten, ik wil wat geld, ik wil... Gaat niet toch? Als je een doulos bent, als je een slaaf bent, als je een liefdeslaaf bent, als je hebt begrepen dat Christus jou heeft verlost van de Satan, van jouw vlees, van de wereld, dan maakt het toch niet uit wat Christus de rest van jouw leven met jou doet. Als hij ervoor kiest om voor zijn eer als dienstknecht, zijn dienstknecht iets te laten doen wat hem misschien heel pijnlijk voor die persoon is, maar wat de Heer verheerlijkt. Waarom zouden wij dan zoveel moeite moeten hebben als we eeuwig leven hebben en deze aarde uiteindelijk toch zal vergaan? Nee. Dienen. Dienen volgens de Heer. Dienen volgens de Heer is dat je je eigen rechten opgeeft. En dat is het probleem dat christenen eigenlijk ook niet. De woke cultuur, Black Lives Matter, white supremacy, al die mooie taferelen mogen wij niet dienen. En waarom niet? Omdat al deze mensen maar één ding als doel hebben en dat is ik heb recht. Maar wij hebben geen rechten meer. En daarom is het zo mooi dat als we bij Christus komen, of je nou donker bent, of als je nou blank bent, het maakt niet uit. Als we bij het kruis van Christus komen, geven we al onze rechten op en staan we op gelijke grond. Weg met die woke cultuur. Weg met die Black Lives Matter. Jesus matters. Wij als christenen moeten echt weten wat dienen is. En het doorstromen, het mag doorstromen, de glorie van God in het dienen, mag doorstromen naar je werk, mag doorstromen in je gezin en mag doorstromen in je huwelijk en in de kerk. Als de Heere je hier heeft geplaatst en je bent ervan overtuigd, dan behoor je ook in dit huis te dienen. En natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Niet iedereen heeft zo'n fysieke of mentale gesteldheid dat hij echt iets kan doen. Maar dan behoren wij die personen wel te dienen. We behoren ze te dienen, we behoren ze te faciliteren in de dingen waar ze moeite mee hebben. Waar ze misschien last mee hebben, waar ze snel moe worden. Daar behoort de gemeente voor te faciliteren. Daar mag jij in dienen. Daarvoor ben jij geroepen. Broeders en zusters, we zouden de diakenen elke week lastig moeten vallen wat we zouden mogen doen voor de gemeente van de Heere, omdat de liefde zo groot is dat het vanzelf wil gaan werken. Bent u al naar de diaken gegaan om te vragen, broeder, zuster, ik heb niet, zelfs als je geen lid bent, maar ik wil graag dienen? Ware christelijke vrijheid uit zich in zelfopofferende liefde. Een verlangen die niets voor zichzelf zoekt, maar bevredigd wordt door iemand te dienen als voor de Heer. Deze boodschap die Paulus geeft is het tegenovergestelde van wat de wereld ons leert. Het is volledig nieuw en revolutionair voor de antieke oudheid. Zodra de wereld vrijheid heeft, mondt het altijd uit in losbandigheid en seksuele uitspattingen, dronkenschap. Wanneer je aan de wereld vraagt wat is vrijheid, dan is het ik kan doen wat ik wil en dan lachen ze er ook nog bij. Maar dat is geen christelijke vrijheid. Christelijke vrijheid is leven door genade. Als we niet boos worden als we anders denken dan de ander. Dat is christelijke vrijheid. Als we niet schreeuwen om een argument te winnen of ons gelijk te willen halen. Dat is christelijke vrijheid. Als we door Gods genade leven en weten wat christelijk dienen is, zijn we werkelijk vrij en kunnen we pal voor de waarheid uitkomen. Onze fouten steeds toegeven, zonder aan de ander te moeten uitleggen hoe de omstandigheden waren waarom het fout ging. Hè? Dat heb je wel eens, hè? Dat heb je vaak trouwens. Hè? We durven nog net te vertellen dat we echt verkeerd zijn geweest, maar we moeten wel direct vertellen waarom het precies zo is gegaan zoals het is gegaan. Je bent nog niet vrij. Je bent nog niet vrij. Je wilt toch op de een of andere manier een excuus verzinnen, zodat iemand eigenlijk moet gaan nadenken hoe jij hebt gehandeld en waarom je fout hebt gehandeld. Mijn lieve vrienden, als je fout bent, ben je fout. Geef dat dan ook gewoon toe. Dat is christelijke vrijheid. Laten we gaan naar het tweede punt, die is iets korter. We zijn geroepen om de wet te vervullen. Want de liefde wordt in één woord vervuld, staat er. Vers 14. Namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En de basis is nu gezet. De Galaten kunnen alleen de liefde hebben als ze vrij zijn. En om vrij te zijn hebben ze Christus nodig en niet de wet om het Oude Testament te vervullen. Maar toch lijkt het vreemd. Paulus heeft bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 3 gezegd, ja nee, als je je laat besnijden, dan moet je ook de hele wet doen. En nu praat Paulus over diezelfde wet die hij de afgelopen paar hoofdstukken helemaal heeft afgebroken. En dan zegt hij nu, ja maar het staat in de wet. Lees maar na. Leviticus 19 vers 18. Het is vreemd. In Galaten 5 vers 3 zegt Paulus dat als iemand zich wil laten besnijden, degene zich aan de hele wet moet houden. En hier houdt Paulus Galaten 19 vers 18 aan. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En je kan jezelf echt afvragen, ja maar hoe spreekt Paulus hier zich nou tegen? Maar nee. Paulus spreekt zich hier niet tegen. In Galaten 5 vers 3 zegt Paulus dat het een last is als je je hebt besneden en je voor de rest van je leven je aan de wet moet houden. Je bent nu eenmaal met de wet begonnen door je besnijdenis en nu moet je je daarom er ook aan houden. Vers 3 heeft de focus op het doen van de wet om verlossing te krijgen. De focus, de context van waarin Paulus over de wet spreekt, die moeten we echt heel scherp in de gaten houden. Het zijn twee verschillende contexten. En in onze tekst, vers 14, heeft Paulus de focus op het vervullen van de wet. Is de wet dan nog van kracht? Nou, volgens de hypergrace mensen niet, maar volgens deze tekst wel. De wet is nog van kracht, maar niet om het te doen om uiteindelijk verlossing te krijgen. Maar de wet is van kracht omdat we de liefde hebben ontvangen door de Heilige Geest. En we de liefde, door de liefde eigenlijk al die wetten die daar staan, gaan uitvoeren. Misschien niet letterlijk. Maar als we de morele wetten gaan nakijken, dan zien we eigenlijk iedere keer hetzelfde. Hey, als wij bijvoorbeeld de 10 geboden van 5 tot en met 10 gaan nakijken, hè, heb je vader en moeder lief, niet echt breken, niet stelen, niet moorden, dan zien we iedere keer dat als we dat niet doen, dat we onze naaste lief hebben. Dus de wet moet vervuld worden door de Heilige Geest. Maar de wet mag nooit iets zijn waardoor wij ervoor moeten zorgen dat we ons maar aan die wet houden, zodat we uiteindelijk verlossing zullen krijgen. Want de wet kan alleen maar vervuld worden, volledig vervuld worden door God zelf. Daarom hebben wij gezien dat de Heer Jezus Christus God is in het vlees. Hij is de Zoon van God. Hij heeft zich aan alle geboden gehouden. En omdat jij je er niet kan houden, heeft hij de straf waarvan hij een schoon vat was, heeft hij als het ware in zich gekregen. En op het moment dat hij stierf, is die straf gestorven met hem. Oh, vrij. Vrij van oordeel en vrij van wet. En nu hebben wij de Heilige Geest ontvangen om die wet door de Geest uit te voeren in de liefde. Het vervullen van de wet is het gevolg van rechtvaardig staan voor God en het resultaat van de Heilige Geest. Vervullen van de wet kan je nooit doen voordat je tot geloof komt. Vervullen van de wet is het resultaat dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Je kan het ook zo zeggen. Als jij werkelijk weet dat jij gered bent, dan heb jij het verlangen om God te dienen in de liefde en ook de mensen die hij heeft geschapen. Zoals de Bijbel ook zegt, hè, voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen. We kunnen daarom niet zeggen dat het doen van de wet niet meer geldt voor christenen. De wet geldt niet meer als het gaat om erdoor rechtvaardig te worden. Oh, even kijken hoor. Op de tijd, let op de tijd. Ja. Maar de wet geldt nog wel om het te vervullen door liefde, lief te hebben en de ander te dienen op de manier zoals je zelf gediend wil worden. Ware liefde omzeilt de morele wet niet, maar het overstijgt de morele wet. Daarom zegt de Heer: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al reeds overspel in zijn hart gepleegd. Die ene wet zegt, kijk, als je het maar niet doet, dan is het goed. Maar de wet van Christus zegt, waar u onder bent, als het goed is, dat je zelfs een vrouw niet mag begeren, omdat je dan al overspel hebt gepleegd. Hè? 1 Johannes 3 zegt het ook. Hè? Je mag iemand niet eens haten. Terwijl de Bijbel zegt, je mag geen moord plegen. Maar 1 Johannes 3 zegt, je mag iemand niet haten. Omdat je dan al reeds een moord in je hart hebt gepleegd. De liefde van Christus die we hebben ontvangen door zijn geest overstijgt de wet. Hè, daarom kon Christus ook zeggen, die Farizeeën, als iemand niet rechtvaardiger is dan die Farizeeën, dan is die net zo slecht. Je moet overstijgen en dat betekent dat de geest van de wet nog werkelijker voor jou wordt. En dat je alles gaat doen om de kinderen van de Heere God, maar ook de mensen die hij heeft geschapen, op een liefdevolle manier te dienen. Aan de ene kant zijn gelovigen niet meer onder de wet als voorgeschreven regel, maar aan de andere kant kunnen christenen door de Heilige Geest nu leven op een manier waarvoor de wet is bedoeld. En er wordt vaak gezegd dat alleen de morele wet is blijven staan en de civiele wet dat is een burgerlijke wet. En de ceremoniële wetten, die zijn gestopt. Alleen de morele wet is blijven staan. Daar moet je je echt aan houden. Maar dat is niet waar. Alles is weg voor de christen. de christen hoeft zich aan geen ene wet te houden. Maar het mooie is dat hij de Heilige Geest heeft gekregen, dat hij zich nog meer aan de wet houdt dan dat de wet heeft voorgeschreven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Daarom kunnen wij als christenen, wanneer we werkelijk zo gaan leven op de manier zoals God dat bedoelt in de Bijbel, een impact maken op deze wereld. Omdat er naast het christendom geen ander geloof is en geen andere kracht is die wel kan leven op de manier zoals het geweten dat voorschrijft. Christus heeft de wet vervuld. De oud-testamentische wet is aan de ene kant afgeschaft en aan de andere kant vervuld door Jezus. Als we naar het Oude Testament kijken, is het belangrijk om te zien dat de voorschriften in de wet overeenkomen met liefde voor je naaste. Als we deze liefde hebben, zullen we ons ook ongedwongen aan de geboden houden. Niemand kan zeggen dat hij van zijn naaste houdt en tegelijkertijd vreemd gaat, moordt of jaloers is. Om liefde goed te kunnen begrijpen en uit te dragen zijn wetten nodig, omdat we anders liefde zullen uitdragen die egoïstisch is en meer past bij ons eigen vlees dan bij God. We zouden dan kunnen zeggen dat we stelen omdat we het voor iemand doen die het nodig heeft. Zogenaamd doen wij dat uit liefde. Of we zouden kunnen zeggen dat we liegen omdat dat het beste uitkomt voor mijn ouders, christelijke gezinnen. Moeder is thuis of vader is thuis, er wordt gebeld. Of aan de deur. Vader en moeder zegt tegen de kinderen, ik ben er niet. De kinderen doen dat. Maar dat is geen liefde. Liefde moet zich ook handhaven aan de wet. Liefde moet zich handhaven op de manier zoals Christus dat ons heeft voorgedaan. Het kan niet. Het is zonde. En het gebeurt helaas ook in christelijke gezinnen. Dat is geen liefde. De morele wetten zijn natuurlijk niet genoeg om de liefde goed te bepalen. We maken zoveel keuzes op een dag waar God niets over heeft geschreven. Je kan niet zeggen de morele wet is liefde. Kan niet. Want er zijn heel veel dingen die wij moeten bepalen die niet in de wet staan. Maar hoe gaan we daar dan mee om? Morele regels kunnen dan ook niet bepaald worden als liefde. Maar net zoals liefde niet onderzocht of geanalyseerd kan worden door morele wetten, kan liefde de morele wetten ook niet negeren. Je kan niet zeggen, ik hou van iemand, maar je houdt je niet aan datgene wat God heeft voorgeschreven. Dat kan niet. En daarom is hypergrace is iets verschrikkelijks. Het moet afgewezen worden. Je moet er niet naar kijken. Je moet het wegdoen. Beter praat je ook niet met die mensen. Alleen het evangelie. Ik kan geen vriendschappen hebben met mensen die de wet van Christus zo overboord gooien. Kan niet. Iemand kan zich onthouden van een heleboel zondes als stelen en vreemdgaan. Maar als hij of zij van binnen nog geregeerd wordt door eigen begeerten, dan is hij of zij nog steeds een slaaf van het vlees. Liefde kan en mag niet gevangen worden met regels. Want liefde vraagt steeds hoe anderen gediend en opgebouwd kunnen worden. Op een manier zoals het evangelie van onze Heer Jezus dat weergeeft. Wil je echt lief hebben? Geef dan je eigen rechten op. Geef dan je eigen rechten op in het huwelijk. Geef dan je eigen rechten op in de opvoeding. Geef dan je eigen rechten op je werk. En heb dan lief zonder er iets voor terug te krijgen. Je kan bepaalde dingen wel aankaarten. Begrijp me niet verkeerd. Maar op het moment dat God daar anders over bepaalt door de omstandigheden, kunnen wij dan nog gewoon zeggen, amen heren, ik ga gewoon verder. Nou, hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we naar huis? Nou, als je een getrouwde man bent, ben je echt vrij als je jezelf kan afvragen hoe je je vrouw kan dienen en haar standvastig kan maken in de Heer. Dat is bijvoorbeeld niet zeggen, kijk, jij moet mij onderdanig zijn, het staat hier geschreven. Nee. Nee, als je werkelijk je vrouw lief hebt, dan ga je ervoor bidden. En dan vraag je de Heer om haar die tekst te laten zien. Je hebt geduld. Maar je kiest ervoor om iedere keer weer na te denken hoe je je vrouw meer en meer voor de glorie van Christus kan laten bloeien. De vrouwen die echt bloeien, hè? De vrouwen die echt stralen, zijn vrouwen waarbij de man echt ervoor zorgt om die vrouw iedere keer weer bij Christus te brengen en er alles aan te doen om die vrouw werkelijk te laten stralen ter ere van God. Kijk, als je hier een man bent en je zoekt verkering, maar je wilt dit niet doen voor je vrouw, stop met zoeken. Stop met zoeken. Maar ook vrouwen. Als je een getrouwde vrouw bent, dan kan je jezelf de vraag stellen, hoe kan ik mijn man ondersteunen en bevestigen, zodat hij geestelijk versterkt wordt? Een man heeft bevestiging nodig. Een vrouw heeft dat niet zozeer nodig, bevestiging. Want als een vrouw bijvoorbeeld een baby krijgt, ja, zij kan alleen de baby krijgen. Ze hoeft niet bevestigd te worden dat ze een vrouw is. Maar een man die hunkert naar bevestiging. Als je je man niet bevestigt in wat hij doet. Als je je man niet bevestigt, dan raakt hij op de een of andere manier in een isolement. Dat hoeft niet te gebeuren. Als je als vrouw iedere keer weer rekening houdt hoe je je man kan bevestigen. En dat kan ook gewoon met hele simpele woordjes of kleine dingen. Het hoeft helemaal niet groots te zijn. Nou, maar we kunnen ons ook allemaal afvragen, hoe kan ik anderen dienen in het lichaam van Christus? Je bent niet getrouwd, maar hoe kun je anderen dienen in het lichaam van Christus? Hoe zou ik binnen de kaders van de morele wet de Heer kunnen grootmaken door anderen te helpen? Wat kan ik doen om anderen geestelijk te laten groeien of ze tot geloof te laten komen in Christus? En natuurlijk, wat ik nu ga zeggen, dat moet echt in balans zijn. Niet iedereen die kan zich zeg maar inleven in deze toepassing. Sommige mensen zijn misschien wat zachter en hebben wat meer moeite en hebben niet zoveel mentale gesteldheid of lichamelijke gesteldheid. Maar ik heb hier opgeschreven, het zou goed zijn om voor jezelf op te schrijven wat je concreet doet voor de gemeente. En jezelf de vraag stellen, als je straks in de hemel komt. En God jou vraagt wat je voor de gemeente, voor zijn bruid hebt gedaan. Met de tijd en het geld die hij jou hebt gegeven. Wat is dan daarop jouw antwoord? Heb je je werkelijk ingezet voor de bruid van Christus? De enige reden waarom Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha is voor zijn bruid. Wil je je dan niet voor die bruid inzetten? Te beginnen in jouw lokale gemeente. En nogmaals, niet iedereen die kan misschien meer doen dan dat hij al doet. Daar is het ook niet voor. Maar het is vooral voor degenen die veel meer geld hebben dan dat ze uitgeven voor het evangelie. En veel meer tijd hebben voor het evangelie, maar liever met hunzelf bezig zijn. Voor die is het. Nou, ik ga afsluiten. Als iemand zegt dat dit niet op vrijheid lijkt. Dat deze preek niet op vrijheid lijkt. Maar op slavernij, dan weet jij niet wat vrijheid is. Je bent dan nog steeds een slaaf van je eigen begeerte. Maar als de gemeente beseft wat vrijheid is, dan zullen we een gemeente zijn die altijd vanuit de liefde denkt en ook vanuit de liefde gaat handelen. Amen.